Kiev Alexandrovich May werd in november 1822 geboren in Moskou en stierf in 1862 in Petersburg aan een longverlamming. Zijn ouders kwamen uit de deftige rijke stand van de adel en waren gerussificeerde Duitsers. Zijn vader, zo wordt geschreven in Ruskie Poetie Antologia v 4-8-2, was ambtenaar en dichter. Hij had meegevochten in de Vaderlandse Oorlog in 1812, waar hij hevig gewond was geraakt. Eind jaren 20 verhuisde met gezin dus naar het zuiden, zodat het zijn gezondheid in het warme klimaat kon verbeteren. Echter, onderweg stierf hij aan open wonden en keerde met gezin noodgedwongen terug naar Moskou. In Ruskie Pisatelji, Biografische Slavar, Chas 3, wordt vervolgens beschreven dat zijn moeder hierna verarmd en die opnieuw bij zijn grootmoeder ging wonen. De oud-Moskovische elementen van het leven dat hij daar leidde, komen naar voren in werken als Kirillich, 1855, Sovja, geschreven in 1856, en Napaterti, geschreven in 1854. Vanaf zijn vroege kindertijd, zo beschrijft Ruskie Pisatelji 12 век, Biobibliografische Slavar, schreef hij op die leeftijd dus al gedichten. Overigens, de biografie komt aan het eind van de presentatie. In 1831 begon hij op 10-jarige leeftijd te studeren aan het Moskovski Dvorjansky Instituut. En in 1836 ging hij naar het Tsarskoselski Lycée. Aangezien Alexander Pushkin hier 20 jaar eerder had gestudeerd, was er een buitengewone interesse voor literatuur, dichtkunst en poëzie. Yevmei schreef ook voor het Lyceum tijdschrift en ontwikkelde zich zo als dichter. Op het Lyceum werd verder zijn interesse in politiek, geschiedenis en Russische volksliederen gewekt. En in die tijd schreef hij ook in 1840 Vietje Wojtalakov over de Bel van Novgorod, waarin het historisch motief naar voren komt. In deze tijd kwamen dus zijn eerste gedichten uit in het Lyceum tijdschrift. In 1841 was hij klaar met het Lyceum en kwam in dienst als ambtenaar van een kanselier van een gouverneur-generaal. Hier werkte hij zo'n 8 jaar. In 1851 kreeg hij de post van klasseinspecteur van het Tweede Moskovische Gymnasium. Vanaf 1839 verscheen hij met regelmaat in het tijdschrift Mazvitsyani. Met uiteenlopende genres, zo schreef hij gedichten, verhalen, recensies, historische drama's en vertalingen. Een van deze vertalingen was het Slovo o Polku Igorjevje, ofwel het Igorlied. Ook bracht hij zijn historische drama Tsarskaya Nevesta uit 1849 in ditzelfde tijdschrift uit. En zijn latere historische drama's zijn Skavitsyanka uit 1860 en dit is een drama in dichtvorm, en Servilia, wat hij later uitbracht. De eerste twee genoemde historische drama's, dus Tsarskaya Nevesta en Skavitsyanka, zijn door Rimsky-Korsakov in opera omgezet. Dit was bij Skavitsyanka al helemaal niet erg lastig, aangezien dit al in dichtvorm geschreven was en alleen nog maar op muziek gezet hoefde te worden. Wij gaan eens even een stukje kijken. Zijn natuurlijk allemaal prachtige kostuums. Even kijken. In 1850 kwam hij als jonge redacteur in de redactie van dit tijdschrift
en kreeg hij de leiding over de afdeling Russische en Buitenlandse Literatuur. Via dit tijdschrift kwam hij in aanraking met onder andere A.N. Astorovsky en A.A. Grigorjev, die een goede vriend van hem werd. Door het werk van Astorovsky werd bovendien de voorliefde van. Die heeft mij gewerkt voor geschiedenis en het Russische lied. Bij dit tijdschrift kwam hij bovendien in aanraking met slavofiele ideeën in de tijd van polarisatie. Tussen slavofiele en westernizers. Dus mensen die veel interesse in het Westen hadden. In 1850 trouwde hij met Sofia Grigorievna Mier, geboren Paljanskaya. Die erop stond naar Petersburg te verhuizen om Lief mee te bevrijden van zijn drankzucht. In 1853 verhuisde hetzelfde definitief naar Petersburg. Lief mij werkte er tot 1861 bij de archeografische commissie, maar ontving hiervoor geen staatspost. Hij moest dus op een andere manier de eindjes aan elkaar knopen en ontving zo'n beetje elke opdracht voor een tijdschrift met een willekeurige oriëntatie. Het feit dat hij het financieel moeilijk had, zo beschrijft Ruskipaitje, lag overigens niet aan het feit dat die bandjes slecht betaald werden, maar meer aan het karakter van mijzelf. Hij was zachtaardig, maar plukte toch de dag. Hij kon niet met geld omgaan en begon steeds heviger te drinken. Zo schreef Jabir Polonski, een dichter die net als mij bij het tijdschrift uit de Tsjechoslowakije werkte, over hem dat hij door zijn brede kennis van oud-Russische taal en literatuur best professor had kunnen worden als hij georganiseerder was geweest. Van 1854 tot 1859 publiceerde hij in het tijdschrift Bibliotheca Diaucenia gedichten en proza. Verder publiceerde hij ook nog in andere tijdschriften, zoals Atechist Niezapiski, Sim Atechistvoj, Iskra, Narodnye Chtenie en Savremennik. Ook publiceerde hij in kranten als Ruski Mir en Illustratia. In 1857 bracht hij zijn gedichtenbundel Stikhotvorenje uit en in 1861 het boek Stikhotvorenje i Perevodi Pjesni i Vilenje. Mij heeft in zijn leven zo'n 160 gedichten geschreven, waarvan ongeveer de helft gebaseerd is op eigen ervaringen en dingen die hij gezien heeft. En de andere helft variaties en motieven zijn op folkloristische, historische, anthologische en bijbelse thema's. Mij was een romantische dichter. Een gedicht als Barcarolle, geschreven in 1850, illustreert het duidelijk. Een barcarolle is een Italiaans gondellied, een volkslied dat door een Venetiaanse gondelier wordt gezongen. In het gedicht wordt een gondel waarin een gesprek plaatsvindt tussen de ene signor en de andere signor. Als achtergrond van dit gedicht heeft hij dus een zuidelijk land gekozen, als thema folklore en dit ligt in het verlengde van zijn eigen interesse voor buitenlandse volksliederen. Barcarola, en het liedje, tenminste de tekst, wij pakken een site met het lied erbij. En we gaan even luisteren. Thank you.
hier de link. De gedichten van mij hebben verschillende thema's. Ze zijn vaak patriotisch van aard, wat te verklaren voor valt door zijn aanraking met slavofilie. Soms zijn de gedichten dan ook sociaal schertsend van aard, zoals bij Smiles Doom en Borba Smiebekoot naar Gortuju, die als recepten voor de genezing van de maatschappij dienen. Het zijn gedichten van vrijheid, met die vrijheid en nationale onafhankelijkheid bepleiten, zoals Alexander Nevsky uit 1861, geschreven in het Oud-Russisch of het Italiaanse Pompeii, geschreven in 1861. Symbolisch allegorische beelden van vrijheid geeft hij in de gedichten Malinovka uit 1857, Sumerki uit 1858 en Mimoza uit 1859. Vanaf 1844 schreef mij ook liefdesgedichten voor Sylvia, die dus later zijn vrouw werd. Het huwelijk was onrustig en het thema van het ongelukkige huwelijk, een folkloristisch thema, speelt een rol in bijvoorbeeld het hiervoor getoonde Barcarolle. Daarnaast spelen elementen van de natuur een betekenisvolle rol in gedichten als Octavi uit 1844, De Rievne, geschreven tussen 1848 en 1859, en Cirira, geschreven in 1858. In het gedicht Maroze uit 1862 wordt het motief van vorst en kou verbonden met de tegenspoed van het leven. In die zin hebben gedichten van Rievne ook een autobiografische kant. Een ander thema speelt de nostalgie, de herinneringen aan vervlogen tijden in Shuru uit 1859. Dit gedicht is geschreven vanuit het oogpunt van een hond. Vanaf ongeveer 1857, met de achteruitgang van de gezondheid van de dichter, worden thema's als onsterfelijkheid en herreizing belangrijk in gedichten als Ubi Obenia, Borje Sjesjum uit 1857, Het Grodom, Pamjeti Djeni en Pakoni. In een eerder gedicht, Piesnia uit 1855, wordt vanuit een imaginair oogpunt het gesprek van zijn vrouw met de doden beschreven. Dit is ook een folkloristisch thema. Nu zitten we op bijna 15 minuten en dit is de max voor de gratis versie van de Screencast-O-Matic. Dus we gaan zo verder met deel 2.